Vakantie. De fietsen staan al voor het schip. Het schippers-echtpaar ligt met het schip in de haven om wat zaken af te handelen. En natuurlijk ook om nog een keer langs hun ouders te gaan. Want de kinderen hebben vakantie en zullen dus 6 weken lang niet naar de thuishaven gebracht worden. Wat een zaligheid. Ze zullen al die weken bij papa en mama zijn. Niet meer iedere vrijdag in de auto naar boord. En ook niet op zondag een eind rijden naar het internaat. Nee, gewoon een hele tijd aan boord. Aaneengesloten. De schipper brengt zijn kinderen die ochtend voor de laatste schooldag naar de wal. Ze pakken hun fietsen en rijden weg. Mama gaat boodschappen doen. Diverse soorten brood moeten er komen, want iedereen wil wat anders eten. Natuurlijk een heleboel limonade en brokken voor de hond. En chips mag ze zeker niet vergeten. In ieder geval moeten er een heleboel producten gekocht worden die de schipper en zijn vrouw normalerwijze helemaal niet eten. Het is nog een heel gesjouw om dat allemaal over de steiger aan boord te zeulen. Maar dat deert hij niet. De kinderen kunnen nu wekenlang meevaren en dat is het enige wat telt. Uit school komen de kinderen meteen terug naar boord. Met papa en mama gaan ze bij de grootouders langs. Want die zullen ze nu een poosje niet zien. En dat vinden ze best wel jammer, want ze gaan heel graag naar allebei hun opa's en oma's. 'S Avonds gaan de fietsen aan boord. De andere morgen rijdt de schippersvrouw naar de autostijger, terwijl de schipper daar naartoe vaart. De auto wordt vakkundig aan boord gehesen. En als de kinderen wakker worden, zijn ze zelfs al door de eerste sluis. In hun pyjama gaan ze bij papa in de stuurhut zitten. Op de bank genieten ze van de boterhammen die mama gemaakt heeft. De schipper kijkt naar zijn kinderen en hij voelt zich perfect gelukkig. Een poos niet na hoeven denken of ze wel op tijd leeg zijn. En of zijn vrouw dan wel met de auto weg kan om de kinderen te halen. Dat hoeft dus nu niet. Wat een luxe. De schippersvrouw is beneden bezig. Ze geniet ervan de rommel van de kinderen te zien liggen. En met een blij hart ruimt ze alles op. Als ze boven in de stuurhut naar haar geroepen wordt, gaat ze met koffie naar boven. Ze lacht naar de kinderen en gaat bij hen zitten. Laat hen over school vertellen en over de vriendjes en vriendinnetjes. Het rapport wordt besproken en gelukkig hebben ze het goed gedaan. De schipper vertelt over de plaats waar ze naartoe aan het varen zijn. Ze zullen wel genoeg tijd hebben om daar wat leuks te ondernemen. Er is een dierentuin en dat vinden de kinderen altijd heel erg leuk. En misschien kan het bootje wel buitenboord, wat meteen gejuich oplevert. Ja, dat vinden ze nog het leukst van alles. Gewoon met papa bootje varen. Als het water schoon genoeg is, kan er misschien ook nog gezwommen worden. Ach, eigenlijk vinden ze alles leuk als ze aan boord zijn. Gewoon samen naar de markt of de winkel. Lekker languit op de bank liggen voor de televisie. Gewoon even niets te moeten. En niet weer van papa en mama weg te hoeven. Het schippers-echtpaar is al gelukkig als de kinderen onder de vaart met een spelletje of een donderdukje boven in de stuurhut zitten. Het gewone, simpele samen zijn is al meer dan voldoende. Naar die hele grote supermarkt gaan, dat is een excursie. Recht voor een kermis liggen met hun schip. Dat is feest. Met meerdere schepen bij elkaar zijn, zodat alle kinderen samen kunnen spelen. En 's middags bootje varen. En dan 's avonds een grote barbecue met z'n allen. Mooiere zomers bestaan er toch helemaal niet? Daar kan toch geen vakantie tegenop? Wat de ouders betreft, mogen deze 6 weken eindeloos duren. En daar denken die kinderen precies hetzelfde over.